Dan was er nog die andere grote ontwikkeling van dit jaar waar je misschien ook niet voor naar de winkel hoeft te rennen. Dat is een goed jaar 2018. <laughs> Allemaal mooie dingen, maar je hoeft ze niet per se uh, per se te hebben, inderdaad. Hoi, welkom bij de Tweakers podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Wout. We hebben vandaag een uh, volle tafel met rechts van mij Jelle Stuip. Hallo. Tegenover mij Julian Ijbrechts. Hey. En links van mij Willem de Moor. Hey. En uh, als je de vorige twee afleveringen hebt geluisterd, dan weet je natuurlijk dat we nu aan het eind van het jaar een klein beetje terugblikken. Uh, dat hebben we ook over andere onderwerpen gedaan. Dat doen we deze uitzending over. Ja, wij noemen dit altijd interne core, maar ik weet niet als ik, of ik core zeg of mensen dan snappen wat het is. De, de oude garde denk ik nog wel. De oude, we hadden vroeger channels op de site, en dan had je core en electronics. En, ze, en core was gewoon tweaking, meuk. Dat was gewoon processors, Alle moederborden, SSD's, videokaarten, alles uh, met een chippy erin. En er gebeurde best wel veel in Chippies Land in 2018. Dus we hebben daar een paar thema'atjes uitgevist om daar wat verder op in te gaan. En ook natuurlijk eventjes te kijken wat 2019 ons gaat brengen. Want misschien is dat nog wel veel interessanter. Um, voor we dat doen gaan we natuurlijk even naar de highlights. En omdat het een soort terugblik-episode is, hebben we ja, eigenlijk de highlight van het jaar. En ik kijk Ooh. even naar rechts van mij, Jelle. Yes. Wat is jouw highlight van het jaar op dit gebied? Mijn highlight, dat zijn de uh, hexacore-processors in laptops. En dan zou je misschien denken van, ja, uh, hexacore, dat is gewoon... Ik dacht precies in mijn hoofdje, ja, ik dacht uh, hexacore. Ja, dat nou is echt wat ik dacht. Maar zie, dit, ik, ik wist dat jij dat zou denken. Want je denkt van, hexacore, het is gewoon meer cores. Um, het is allemaal niet zo bijzonder, want we krijgen de hele tijd meer cores. Ik denk gewoon thermal throttling. Ja, nou ja, goed. Hè, uh, maar eigenlijk is het best wel um, bijzonder dat we nu hexa hebben, want dat heeft heel lang geduurd. Want we hadden natuurlijk... ik, ik tel normaal trouwens in het Arabisch, niet in het Grieks, dus zes toch? Hexa, ja, zes. Oké, okay, ja, ja. zes cores in een laptop. Yes. Dus we hadden eerst dual cores. Dat zijn er dus twee. Zover. Ja, ja ik ben dat goed. Goed, steeds... oké. Okay, in het begin hadden we single cores, Wat op een gegeven moment dual cores. Dat was in. Uh, even spieken, 2006. En toen hadden we in 2009 hadden we al quad cores in laptops. Dat waren die eerste uh, 27 QM had je toen van Intel. En AMD kwam iets later met de Phenom 2. En hij heeft tot 2018 geduurd, namelijk afgelopen april. En toen pas kregen we extra cores. Dus die twee extra cores... Na de quadcore core, dat heeft best lang geduurd. Negen jaar? Ja. Je hebt negen jaar op twee extra cores zitten. Nou, dan snap ik ja. wel dat je er blij mee bent. Daar ben ik heel blij mee. Dus dat dus is mijn highlight wel. van 2018. Oké, okay, nou, kort maar krachtig. Jules. Ja, ik wil het even hebben over uh, Kaby Lake G. Of KB Lake G. Uh, begin dit jaar aangekondigd door, uh, door Intel. Dat is eigenlijk een beetje een raar ding. Dat is een chip, uh, Intel quadcore core processor, met daarnaast een uh, AMD Vega GPU... Maar dan van Intel, van AMD, hoe kan dat? Dat was echt een heel raar verhaal eigenlijk. Een chip die niemand aan zag komen. Nee, precies. En dan nog met hbm 2 geheugen erbij. Heel tof ding. Begin dit jaar aangekondigd door Intel. Meteen een paar fabrikanten die dat ding gingen gebruiken. HP en Dell maakten een 2-in-1 Convertible 15-inch met die chip erin. Nou ja, in theorie heel tof concept. Die GPU's ook echt snel. Gewoon ongeveer een GTX 1050, TI-versie. Afhankelijk vanaf welke uitvoering je dan weer hebt. Maar sindsdien is er eigenlijk helemaal niks meer mee gebeurd. Die twee apparaten zijn uitgekomen. Uh, het hele jaar allemaal nieuwe laptops aangekondigd, nooit meer iets van gehoord. Niemand heeft dat ding gebruikt of er iets mee gemaakt. Intel heeft er eigenlijk geen aandacht meer aan besteed. Het is gewoon een soort doodgeboren kindje. En dat is eigenlijk heel erg zonde. Maar ja. dat, ik vond het sowieso al een heel gek product. Want je hebt Intel AMD uh, ja. rivals, arch-enemies, blauwe, gewoon concurrenten. Dus het feit van oh ja ja we hebben wat uh, wat ja. uh, IP met elkaar gedeeld wat property property... en nu gaan we samen een chip maken dat was meteen al. Ja dat is een heel raar verhaal maar dat is natuurlijk ook om het vorig jaar dat uh, Raja Koduri, de topman van uh, AMD Radeon afdeling, opeens uh, nou ja de overstap maakte naar Intel en rare samenwerkingen oh. eigenlijk. Ja maar wa wa wat zou dan de zijn? want ja, dit, dit ding was toch wel veelbelovend. Oh, was toch wel veelbelovend. Ja zeker en ja. Het, het is ook het is ook een, een toffe chip het is gewoon een prima chip alleen. Maar... Maar dat is toch een beetje hetzelfde als uh, de Raven Ridge uh, APUS van AMD. Er zat ook vega in. Er zijn er twee van uitgekomen, of drie. Ja. Uh, die zijn, je, je hoort er niks meer van. Er, er zijn geen, geen opvolgers. Er wordt helemaal geen, geen reuring aangegeven. Het is een beetje... Ja, er zit vega in. En, en, en het zijn best wel snelle. Qua desktop is het een beetje uh, 10-30, uh, mm -hmm. iets in die richting. Uh, maar is een beetje, een beetje stil erop. Maar jullie zeggen net zelf... we hebben natuurlijk dus wat gekke politieke verschuivingen gezien... Uh -huh. want er zijn wat mensen van AMD... zijn weer, weer naar Intel of naar Intel gegaan. Van mij Jim Keller, die, die, dat is een man die processors ontwerpt... die stuitert al twintig jaar lang zit ik een Valley ja. rond. Die heeft overal wel een keer gewerkt. Ja, die, uh, die ontwerpt gewoon ergens bij iemand een, uh, een, een architectuur... en dan gaat hij weer verder. Waar... Ja, van mij heeft hij bij IBM heeft hij gezeten. Bij Apple heeft hij echt een hele grote impuls... Ja. aan die uh, A-serie uh, chips gegeven. Bij Tesla heeft hij nu gezeten... Hij is de man achter. De man, hij is een van de mensen achter Ryzen bij AMD. En nu gaat hij. Ja. Dus zou dat dan misschien. Dat weten wij natuurlijk niet. Een soort politiek ding zijn dat nu allemaal ja. mensen van AMD over zijn naar Intel. En ik, oh ja, eigenlijk. Hebben, hebben ze nu die mensen binnen? Dus ze hoeven niet ja. meer een officieel deal te doen. Dus laat eigenlijk maar zitten met die Ja, uh, Er is vorig jaar wel heel veel over gespeculeerd natuurlijk. Dat Raja ging naar Intel en opeens is er dan die aankondiging van die, van die, van die, van die, van die gecombineerde chip. En ongetwijfeld zal uh, Raja in zijn tijd bij AMD met Intel om de tafel gezeten hebben om dat ding te bespreken. Want dat is in zijn tijd is dat ding uh, aangekondigd. Nou ja, en, en hoe dat precies gelopen is, ja, daar kun je heel veel over, over speculeren. En er zijn allemaal mensen die daar theorieën over hebben. Ik ben heel benieuwd hoe dat is gegaan en, en hoe dat de overstap van hem naar Intel... misschien heeft dat er iets mee te maken, maar ja, dat kan je moeilijk Het zijn van die dingen over dan, die ja. over twintig jaar in zo'n tel al dan naar buiten komen. Precies, als hij daar een keer een boek over schrijft, ben ik er heel benieuwd naar. Ja, het, maar, en, en Nvidia die schijnt dan ook nog wel weer een vinger in de pap gehad ja. te hebben. Want, Want die hadden hun, hun, hun uh, hoe heet dat, GeForce Now-programma? Het, Now programma? het uh, GPP of zoiets. Gp uh, ja, ja GeForce Partner Program, klopt. Ja. GeForce Partner Program. En daarmee maakt het dus heel moeilijk voor uh, fabrikanten om GPU's anders dan van NVIDIA in hun laptops te zetten. Door uh, ja, Als je ook AMD er zou doen, dan, dan zou je je prijzen om, ja. omhoog gaan, geloof ik. Zoiets. Maar dat eigenlijk ook wat gek inderdaad, want het hele punt was, uh, ook die, die chip van Intel, dat was om een beetje om inderdaad de, 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 nou ja, de alleenheerschappij van NVIDIA te kunnen doorbreken. Want als je een, een laptop ja. wil kopen met een quad-core processor, met, met een 45 watt processor, een snelle processor, zit er bijna altijd een, een NVIDIA GPU bij. Um, dus ja, als je dan opeens een, een eigen oplossing kan aanbieden met een AMD-chip, ja, dat zou goed zijn voor de concurrentie. Maar. Ja, en het is, het is heel gek, maar het, je kan AMD-GPU's eigenlijk alleen maar in uh, Apple-laptops terugvinden. Ja. En dat is it. En een enkele Acer of een Dell, nou ja, ze kunnen ja, ja. Ik, ik heb op meer. de IFA trouwens wel nog één nieuwe uh, laptop gezien met, met, met de AMD-Intel-combinatie. Oh. Oh ja, de, de, de Ace uh, ja. SP7 geloof ja, ik. Klopt, ja. Maar dit is toch een maar, verhaal van ja. niet dit jaar, maar van. Dan, ik weet ik, ver, ik. Mijn studententijd, we hebben het nu over uh, 12, 13 jaar geleden dit. Toen werkte ik bij een computerwinkel, toen verkochten we ook notebooks met discrete GPU's erin. Dat was ook nauwelijks ja. AMD. Toen was het ook allemaal Nvidia. Dus volgens mij nee. hebben ze AMD nog nooit in de notebookmarkt echt, echt voet aan de grond gehad. Toch? Nee. Nee, dat klopt, maar dat is juist de, het interessante verhaal: dat Intel dan zelf een chip gaat uitbrengen waar die chip erop zit. Dan zou je zeggen: Nou, dan moet dat de belemmering niet meer zijn. Nou, en wat ik vooral gek vind: ik kan me niet voorstellen dat zo'n chip heel makkelijk, even heel snel in elkaar gedraaid wordt. Want je moet. Hmm. Twee technologieën van twee bedrijven je het wel samen met zien te praten. Dat moet met elkaar praten. Dus ja. dat is best wel een soort opstartkosten ja. ingezeten. hebben. En om dan, ja. dan helemaal niks meer mee te doen. Nee, het lijkt toch wel een soort van. Ja, of het is gewoon een soort van moedje geweest. Of, of, ja, of iets waar ze gewoon van besloten hebben. Van joh, dat doen we niks meer mee. Maar ik, ik denk ook niet dat er een nieuwe komt. Of dat nee, anders hadden ze daar al wel veel meer. misschien nee, is het gekke... gewoon een kostendingetje. Is het gewoon dermate duur om dat uh, te ontwikkelen? Ja, uh, en nee, nou, misschien wel. Zou dat, het zou het gewoon een dingetje zijn geweest, zo van, oké, okay, wij krijgen Raja. ja, dat is uh, en dan doen wij een chipje met jullie IP en, en, en dan, dan gaan we dan, dan niks meer doen. Dan is dat uh, de afkoopsom uh, of zo, weet ik ik Zou ja. kunnen. Nogmaals, ik ben heel benieuwd naar het boek uh, over uh, over 20 ja. jaar. Uh, Willem, ja, nou ja, we hebben het over over Kors gehad en. Uh, um, ik vind eigenlijk toch wel dat wat AMD doet uh, op de desktopmarkt met, uh, met, met zijn uh, zen vind ik toch wel een beetje de highlight. Want uh, nou ja, vorig jaar hebben we natuurlijk uh, de eerste generatie Zen gekregen. Uh, toen, toen hadden we 8-cours uh, en per 16-cours. Het is nu uitgebreid naar uh, uh, nog steeds 8-cours voor uh, Ryzen. Uh, maar 32 cores voor, uh, voor de Threadrippers. Uh, dat zijn workstation dingen. Niemand weet wat je er precies mee moet eigenlijk. Maar precies, gaan we het zo ook nog ga, over hebben. Gaan we het over hebben. Maar uh, het is wel... Uh, als je kijkt naar, naar, naar de, de kosten... van wat, wat AMD heeft gedaan... met wat je per core betaalt, zeg maar. En uh, niet, niet alleen voor Threadripper... maar ook gewoon voor, voor de normale... desktop mainstream Ryzen. Uh, Intel heeft, heeft het zo, zo lang... Uh, vier cores gehad en het is dus bij laptops uh, toen heel voorzichtig. Zes cores en inmiddels is, is Intel ook naar acht cores overgestapt. Gewoon puur om, om, om dat, uh, omdat AMD ze min of meer heeft gedwongen. Daar concurrentie is gezond, zeker en, en dat heeft zo lang stilgestaan. En, en dat is nu eindelijk weer. weer nou ja, we gaan het er straks ook nog verder over hebben voor volgend jaar. Uh, maar dat is eigenlijk wat Jelle zegt, wat je bij notebooks ook ziet, dat we heel lang eigenlijk heel weinig ontwikkeling hebben heel sta, gezien. Heel veel stagnatie. In dat opschalen van die, die aantal CPU-cores. En opeens maken we dan die, die, die stap naar zes bij, uh, um, bij laptops. En doen we in twee jaar gaan we naar van acht naar 32 ongeveer. Ja. Yeah, op de desktop. Pretty much. Yeah. Nou, dat is ik, wel bizar eigenlijk. Ik bedoel, het is nog allemaal de vraag wat je, wat je aan zoveel cores daadwerkelijk hebt. Maar Truth. Of dat daar dus de, de, de prestatiewinst allemaal ligt. Maar het is wel een dingetje. Maar dat merk je wel, nou ja, wat, wat, wat je zo ook bij die laptopmarkt ziet. Ik bedoel, als, als er geen concurrentie is, en daar komen we ook nog op terug als het over een videokaart zou hebben, dat, dat het er yeah, gebeurt, dan ook meteen echt, echt minder. Maar wel veel trouwens gebeurt, en ook wel wat concurrentie zit. Die had ik zelf uh, eruit gehaald. Ik, um, ik had een nieuwe SSD gekocht een jaar en ik denk, ik, won, ik had een moederbord gekocht twee jaar geleden met een nieuwe CPU. Ik denk, zorg dat er een M2 slot op zit, en dan kan ik tenminste uh, NVMe. In de toekomst upgraden. Nou, ik had meer storage nodig, want ik kan nog een SSD uit de tijd dat je een kleine bootdrive kocht. Uh, en dan de rest op een hard drive nog had staan. Of misschien een hele goedkope SSD. Dus die zat altijd vol. En ik kon dus gewoon eerder dit jaar voor uh, iets meer dan 100 euro. Kon ik gewoon een 500 gig NVMe SSD kopen. En ik had het een tijdje even niet gevolgd, die ontwikkeling. En ik was redelijk flabbergasted dat die prijzen al zo laag waren. Ik bedoel, flashgeheugen heeft natuurlijk enorme schommelingen. Dus af en toe is het een slecht moment om te kopen. Maar de, de, de trendlijn gaat volgens mij keihard naar beneden nog steeds. Zeker als je kijkt naar... Tegenwoordig koop je voor een, een SATA-drive voor, voor minder dan 15 cent per gig. En een NVME-drive zit inderdaad zo, zo rond de 20. Uh, ja. Is, dus kijk, het zit nog, nog niet op het punt dat je de harde schijf echt weg kan gooien. Maar ik heb er nou al een paar keer over nagedacht. Goh, wat zou nou eigenlijk de... Winst zijn als ik dit soort drives in mijn NAS ga stoppen. Waar zit dan je bottleneck? Is dat dan je network interface? En dan ga je dan nadenken, misschien moet je dan wel thuis over op 10 gigabit ethernet. En dan kun je echt gewoon uh, hele grote files gaan streamen, uh, video, dat soort dingen. Het, het maakt veel minder herrie. Je kan je NAS naast je bed neerzetten, want uh, het wordt niet meer warm. Je fans hoeven niet meer te draaien. Dat is ook nog eentje. Het ligt aan welke CPU erin stopt natuurlijk. Maar, um, dus ik, was een soort, ik werd dit jaar een soort verrast. Door de, de, de snelheid en je hebt natuurlijk met QLC, inderdaad QLC-drives het, het wordt er allemaal niet sneller op die dingen, maar gewoon voor puur domme storage waar je niet veel mee doet. Gewoon zeg maar cold storage is prima. Ja, het is nog, ja als je echt terabyte en terabyte nodig hebt, dan zou ik nog wel een hard drive kopen. Um, ja, maar inmiddels is, is dus een, een, een goedkope SSD is vijf keer duurder dan een harde schijf per gig. Ja. En dat is ne, vijf jaar geleden of, of tien jaar geleden was dat echt zo gigantisch veel meer. En dat is gewoon enorm afgenomen. Ja, en dus dat was uh, daar maar in mijn highlight van 2018. Dus dat, hopelijk zet dat nog keihard door. Highlight voor 2019. Ook. Dat dat nog veel verder doorzet. Maar eigenlijk, waarbij je eerst kocht, dus eerst koos tussen of een harde schijf of een SSD, toen werd het eigenlijk of een SSD of een NVMe drive. En nu gaat het al zo hard dat er ja, zit ook bijna meer boven, denk ik, want ik meen te merken dat dit sneller is. Vooral als ik veel dingen doe met heel veel I.O. Met foto's, en grote catalogie inladen in Lightroom en dat soort dingen. Maar ik ga het ook weer niet benchen, want misschien blijkt dat niet zo te zijn. En dan heb ik iets gekocht wat nou ja, ik nodig Als had. je vanaf een klein uh, bloed SSD'tje komt, dan ga je dat sowieso wel merken. Ja, ja maar uiteindelijk, ja, we kunnen dit. Je kan, je kan in de toekomst je SSD rechtstreeks op je, op je CPU gaan inpluggen of zo. Maar... Mm -hmm. Ja, snelheid is niet relevant. Op een gegeven moment is het een beetje diminishing returns inderdaad. Mm -hmm. Maar Willem. We zeiden het net al, ik had een paar, een paar uh, grote 2018 trends er even uitgehaald. Je zei al, uh, die, die, die cores. we hadden Intel's naar 18 gegaan dit jaar. AMD's naar 32 gegaan dit jaar. Dat heeft ons best wat hoofdbrekends hier op de redactie opgeleverd volgens mij. Ja, want wat testen wij? Wij testen uh, normale consumententoepassingen. Dus uh, dingen als. Uh, nou ja, we, we zijn. Uh, afgestapt van, van puur synthetische benchmarks. Uh, Cinebench, dat is fantastisch op, uh, op veel cores, maar uh, dat, is voor, dat is een cijfertje. Uh, dus we doen meer dingen als uh, uh, Premiere, uh, Photoshop, uh, Lightroom. Uh, zippen en zippen, gewoon eigenlijk uh, acties gewoon die je zelf Dingen die je normaal op, op een pc ook doet. En uh, wat natuurlijk heel nuttig is, want je zegt zelf, ja, met synthetische benchmarks zegt het eigenlijk ja, niks over real life prestaties. Precies, je krijgt de cijfertjes uit en wat zeggen die. En als je denkt van oké, okay, ik heb uh, zoveel foto's en dat duurt zoveel seconden om dat uh, te exporteren, dat is een relevante benchmark. Ja. Uh, maar uh, dat soort programma's, dat uh, verslikt zich enorm in, in heel veel cores. Uh, zeker bij, bij AMD, waar, waar de ook nog eens een keertje de geheugenarchitectuur best wel ingewikkeld in elkaar zit, uh, schaalt het heel slecht bij, bij, bij meer cores. Dus we vonden het heel moeilijk om, om dat goed te testen. Om in ieder geval, uh, we kunnen het wel testen en dan zie je, oh, nou, 32 cores doet eigenlijk uh, in de praktijk zelfs minder goed dan, dan 16 cores of 8 cores. Dus uh, we waren echt op zoek naar goede benchmarks om, uh, om te laten zien. Wat je nou hebt aan zoveel cores. En volgens mij hebben we het ook wel wat gevonden. Maar dan zit je toch heel erg, kom je in heel erg snel aan de wetenschappelijke hoek terecht. Ja. En dan ga je bepaalde simulaties draaien, financiële berekeningen, dat soort dingen. Maar dat is misschien ook wel het probleem. Want benchmarks vinden is één ding. Maar dan nog iets vinden waarvoor je daadwerkelijk kan en wil gebruiken. Precies. Want we hebben dat ook aan de uh, community gevraagd. Nou ja, we zijn op zoek naar, naar goede benchmarks. Wat doen jullie met high-end ja. met ja. uh, processors, met many-core uh, dingen? En ja, het, het is, is wel beetje, heel erg nieuws. Ieder, iedereen die doet inderdaad een heel klein dingetje. Ik, ik, ik doe er specifiek dit mee. Ik doe specifiek ja. dat. En dat is heel moeilijk om, om dat te vertalen naar, naar ja. iets waar, waar zeg maar meerdere ja. mensen wat aan hebben. Wat ik eigenlijk wel wel zonde vind, is dat inderdaad redelijk simpele. Uh, Software, nou ja, de simpel, de, de hele Adobe Suite, de fotobewerking, videobewerking, uh, renderen. Uh, drie, of, nou ja, uh, dat is toch iets wat, wat mensen in de praktijk veel doen. Een hele creatieve sector. Dus hij zegt, zeggen, oké, okay, daar kan je echt goed mee. Maar dat werkt gewoon niet goed. Nou, uh, voor mij uh, blender is altijd wel zo'n ja, die Oké, nou ook okay, doet, okay, dus okay, Maar dan jij... zit je alweer in, in. Kijk, als we gewoon kijken naar naar Photoshop, Lightroom, Premiere, ik denk dat dat toch de grootste. Ja, uh, we, hebben de, we, hebben we hebben ook de alternatieven wel getest. Dus in plaats ja. van uh, Lightroom pak je dan Phase One. En ja. dan pak je de Premiere, ja. pak je de Vinci. Maar dan heb je eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja. Dus het is niet dat het alleen ja, aan Adobe ligt. Met, nee, met DaVinci konden we bijvoorbeeld weer. Als we 8K video gingen ja. renderen, dan kon je wel weer een klein beetje, beetje ja. scaling. Maar ja, er zijn ook weer niet zo heel veel mensen die met 8K video aan de gang zijn. Nee. Maar dus. Dus, ik vraag me dan een beetje af, is de, de doelgroep voor dit soort processors? Uh, wel groot genoeg dat ook zeg maar de, de softwarefabrikanten echt heel hard gaan werken aan, aan goede ondersteuning daarvoor. En dat wordt dan een beetje een kip-ei-verhaal. Ja, maar dat was ook een beetje het, uh, uh, het probleem waar AMD mee zat toen ze, ja. toen ze het introduceren. Want ze waren. Ze hadden dus. Uh, bij de uh, demonstraties en bij de bij de uitleg uh, hadden ze allerlei mensen uit uh, uit, uit uh, videobewerking en en 3D industrie hadden ze laten overkomen en vertellen wat zij nou met een 32-core Threadripper doen mm -hmm. en dat is dat nou, dat dat zijn dan dingen uh, uh, filmframes renderen bijvoorbeeld maar dat is dat is geen consumenten ding dat is meer, geen consumenten. want vertwerp nee. dus, dat is wel gewoon een consumenten Ja, nu, precies. Toch? Nou, anders heb je epic Um, ja. En dan kwamen ze op dingen als voor mij mechatasking, want iedereen weet wat multitasking ja, is. Maar ja. Me, ja, maar als je nou en iets aan het renderen bent op de achtergrond en nog dit en dit over hebt staan en een game wil spelen, dan heb je hier wel wat aan. Maar dat zijn allemaal zulke, ja, dat klinkt een beetje als die vergezochte. Maar ik vind het punt wat jij net maakt, joh, um, kip ei gaan uh, softwareontwikkelaars hiervoor optimaliseren mm -hmm. als dit de enige manier nog is. Om uit een nieuwe chip meer performance te halen. Zeg maar opschalen van threads. Als we niet um, de kloksnelheid verder kunnen verhogen. Als we niet het aantal instructies per klok veel verder op kunnen gooien. Ja, dan is dit misschien gewoon voor de komende tien jaar. Hoe we snellere chips gaan maken. En dan moeten ze ergens wel. Toch? Ja, als we doorgaan zoals we nu doorgaan, wel. Maar, maar wordt er dan gewoon niet tijd voor snellere records? Het, precies, het wordt gewoon die IPC of, of de hele manier. Want we hebben nu natuurlijk gewoon uh, uh, hetzelfde als wat we al, al 50 jaar hebben eigenlijk: uh, van Neumann architectuur. En we moeten langzaam, en de, de, heel veel fabrikanten zijn er ook mee bezig, om uh, daarvan af te stappen en, en neuromorfische chips te maken. Dus die, die, uh, waar het geheugen en, en de rekenkracht, zeg maar. Uh, in de processen geïntegreerd is. Uh, dat, dat soort uh, technieken die gaan steeds belangrijker worden. Dus we moeten eigenlijk gewoon terug naar de tekentafel, zeg je. Nou ja, is, kijk, fabrikanten die... Uh, gewoon Intel en AMD, die, die zijn ook niet gek. En die zien ook diminishing returns van, van hun ontwerpen. En die denken ook van, nou waar moeten we heen? En die zijn al, al jaren bezig om dat soort technieken te ontwikkelen. Even, even check je tussendoor. Hè? Hoeveel cores, Willem, zit er in jouw CPU thuis? Acht. You? Ik heb een quadcore core met hyperthreading. Oké, okay, dus je hebt er virtueel acht. En Jelle? quadcore core zonder hyperthreading. Oké, okay, ik eentje met. Heeft ieder, iemand hier aan tafel, we zijn niet heel hele jaar mee bezig, nou het gevoel, ik moet zo'n nieuwe chip nu hebben. Ik moet 12, ik moet 16. Kriebelt dat om dat te gaan kopen? Uh, heel, heel klein beetje. Het is wel leuk om te hebben volgens mij. <laughs> het kriebelt wel, maar als je er rationeel Precies. over nadenkt, dan houdt het heel snel op. Ik, ik wil wel sowieso, uh, niet zozeer voor, de, voor het koers, maar, maar voor de uh, uh, performance per watt wil ik wel een nieuwere, nieuwere processor. Oké, okay, dat je minder uit de muur trekt. Ja, want hoge uh, processors die verstoken nog relatief meer, die, die flottelen minder snel. Ja. Maar ja, als ik, het, het klinkt dus een beetje als, we vinden het allemaal heel tof. Ik vind het ook heel tof. En je ziet wat er allemaal theoretisch mogelijk is. Maar ik vraag me ook echt af. Ik weet niet hoe ver ze daar um, heel veel cijfers over krijgen. Hoe goed dit nou echt verkoopt. Of dit als warme broodjes of, of 16 core CPU's. Nou iets is wat nu gepusht wordt. En waar de markt eigenlijk een beetje verteld wordt. Dit moet je willen. Of er van de markt zegt. Oh dit wil ik we eigenlijk wel heel graag hebben. Maak het eens voor ons. Ik heb het idee dat dat het eerste ja, is. Als je AMD mag geloven. Was Threadripper 1 zo'n groot succes. Dat ze Threadripper 2 hebben gedaan. En van 16 naar 32 cores zijn gegaan. Oké. Okay. Ja. Maar ja, dat zou dat... ik ook zeggen. Ja, <laughs> ja ik bedoel... Ja, volgend jaar heb <laughs> we 64 koers, want het was zo'n groot succes. Het doet het, ja, uh, ik ja, bedoel, want... nou ja, Epic krijgt natuurlijk ook. Nee, nee daarom, succes, bedoel, dat doe... het gaat altijd door. Ja. En, uh, maar ja, ja ik, ik denk dat ik zou upgraden als mijn spelletjes niet meer draaien. Ja, want... Maar ja, daar ik... hebben we ook genoeg tests over gedaan. Als jij goed um, spelletjes wil draaien, dan heb je aan 6 tot 8 hooggeklokte koers meer dan genoeg. Ja. Nou, ik zit nu op 4, dus ik zou, ah, ik zou, okay. ik dus... zou een klein beetje kunnen upgraden. Maar ik, ik denk, nou ja, goed. Wat... Conclusie die we net ook al trokken is dat het toch wel niche is, 16 cores en meer. En dat de meeste mensen gewoon aan 8 aan, aan cores genoeg hebben. Ja. Maar ik, wil, ja, ik blijf het toch jammer vinden dat het ook gewoon niet goed werkt als je het wel zou kunnen of willen gebruiken. Ik heb een tijdje een beetje fanatiek uh, dingetjes gedaan met video. Nou ja, als ik dat nog zou doen, dan zou ik denk ik wel naar zo'n per 16 core gaan kijken. Alleen, ja, maar daar als... heb je dus... Als het niet goed zoveel werd, aan als je denkt. Precies, ik weet nog dat wij op, ja. nieuwe systeem hier moesten aanschaffen voor onze videoredactie. Ja. En toen zijn we gaan kijken naar... Oké, okay, want ze hadden nog oude, echt hele oude iMacs met quad-cores. Oké, okay, wat moet er dan nu om echt future-proof te zijn? Wat moeten we gaan kopen? Mm. En toen hadden we nou, gekeken naar... Uh, uh, zoals, ze hadden Mac Pro's, we keken nu naar iMacs. Dat ze met allemaal Mac-dingen werken. Um, en toen kon je ook volgens mij tot aan 16 cores kan je zo'n ding krijgen. Ja. Of 18, 18 zelfs. Course. En we zijn, zijn geëindigd op... 10, 12, ja, ja de 10 core. Omdat dat gewoon eigenlijk nog ineens qua de kosten, maar eigenlijk als je gewoon wil weten hoe lang duurt het om dit filmpje te renderen, mm -hmm. was dat gewoon de beste hmm. mid, middenmotor eigenlijk, de beste verhouding tussen tussen snelheid en heel veel van die dingen erin. Ja. Dus ik, ik, ben, ik heb ook al een paar koppunten gestaan. Nou, jo, net zoals jij, want wij, nou, ik doe ook wel veel met video en foto, maar uiteindelijk, je denkt, oh, dit zou echt. Wet goed aansluiten. Als het voor goed mij. zou werken, dan zou het tof zijn. Maar, maar, maar ja. we, we hebben het allemaal over de software, maar we hebben, moeten het ook over besturingssystemen hebben, dan eigenlijk. Hè? Want uh, het, we kunnen wel allemaal de schuld leggen bij, uh, bij Adobe, die. Uh, ja. Doen we ook. Uh, maar het is ook net zo goed Windows, die zijn die, dus thread-dispatch uh, niet goed. Uh, niet, niet schaalt met heel veel cores. Dus uh, daar moeten we ook wel naar kijken. Want als je. Uh, het schijnt uh, dat, dat Linux bijvoorbeeld mm -hmm. uh, veel beter met, omdat het natuurlijk vanuit een servermarkt komt en, en, en dat moet overal opdraaien. Dus dat, dat kan veel beter met, met veel threads omgaan dan, dan Windows. Ik zag toen, toen uh, Threadriver 2 uitkwam, zag ik inderdaad Linux benchmarks. En toen dacht ja. ik: Oh, dit is echt. Het is ja, ja, dat, dus, voor dat niks, zijn dan uh, ook meteen uh, allemaal uh, andere uh, stukken software. Dus ik, dit, het zal ja, een be beetje van beide zijn. Ja, en ja. en toen, toen las ik onze review en toen dacht ik: Oh. Ja, maar, dat is dus heel anders. Maar dat komt. Linux is natuurlijk de, 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 dat is heel specialistisch. Uh, die, mm -hmm. die benchmark zitten die, daar, die daarop draaiden. Dat zijn programma's die, die meer in, inderdaad in wetenschap en, uh, en dat, ja. dat soort dingen. En wij zijn meer voor mainstream, En dus wij kijken naar mainstream programma's. Dus ja, het is een beetje jammer dat, dat het dan niet zo goed schaalt allemaal. Maar ja, dat is ook gewoon een conclusie. Als je consument bent, um, super tof om over te lezen, maar uiteindelijk. Je hoeft er niet per se voor naar de winkel te rennen. Dan was er nog die andere grote ontwikkeling van dit jaar waar je misschien ook niet voor naar de winkel hoeft te rennen. Um, dat was een goed jaar 2018. <laughs> allemaal mooie dingen, maar je hoeft ze niet per se, uh, per se te hebben, inderdaad. Misschien is dat wel een beetje het thema waar we de rode draad waarop uitkwam. Nee, uh, naast een, een snelle CPU wil een beetje tweaker natuurlijk ook een snelle videokaart hebben. Nou, eigenlijk gebeurt daar de laatste jaren bar weinig. Nvidia had de snelste, AMD die deed wat aan rebadges en rebranding, maar heel veel gebeurde er niet. Toen kwamen ze eindelijk met een hele nieuwe generatie met de, de RTX kaarten, want ik ga geen drumroll doen, dat is heel erg dan in een podcast, maar die kunnen raytracing doen. Ah. Nou, misschien engelengezang, dat kan dan wel. Um, dus even kort voor mensen die het niet gevolgd hebben, uh, raytracing is eigenlijk de, de, de rendertechniek die gebruikt wordt uh, als je bijvoorbeeld naar een film van Pixar gaat kijken. Waarbij dus uh, in plaats van normale rasterization uh, wordt er eigenlijk allemaal virtuele lichtstralen afgevuurd. En die ketsen dan door de ruimte heen en die casten een shadow hier of die veranderen een kleur daar of die maken het donker hier. Nou, en dat dus, maar... kost heel veel werk en daarom duurt het renderen van één zo'n frame etterlijke nou ja, uren op uh, mm -hmm. een ja, systeem je kan, met je kan veel cores, dus Hoe meer ja. van die rays afvuurt, hoe mooier het wordt, hoe gedetailleerder ja. het wordt. Uh, dus dat is eigenlijk wel de holy grail, Het geluid dat jij dat net maakt. Uh, oh. Precies. Pardon. <laughs> nice. Um, dat ben je me helemaal maar apropos. Dat is dus de Holy Grail. Want zo, nee. zo zouden games het allermooist kunnen worden. Alleen dat was het dus niet te doen. En nu zeggen we ja, wij hebben nieuwe cores toegevoegd aan de RTX-kaarten. Um, en wij kunnen nu dat wel. Uh, Willem, jij hebt die dingen getest. Tussen aanhalingstekens. Ja, want in hoeverre. Nou ja, wat wij hebben getest is. is wij hebben nog steeds gewoon uh, uh, restorized Games getest. Want. Uh, Kip ei. Er waren nog helemaal geen games die uh, real-time raytracing ondersteunen. Ja. En en intussen. En intussen is er één. Uh, is er mij. één. Ja. En en één of twee benchmarks uh, die die. Maar. Um, en voor mij komt 3D Mark één <coughs> van de grootste benchmarkpartijen. Ja. Die komt pas in januari met een test die ja. raytracing ondersteunt. En Battlefield heeft. Nu... Ja, Battlefield die die heeft real-time raytracing, maar dat zijn dat zijn details. Dat is niet dat de hele game uh, alles wat je ziet real-time geraytraced wordt. Dat is. Dat, dat zijn, kan niet. Nee, dat is, dat is nog steeds veel te, veel te rekenintensief. Dus er worden bepaalde effecten uh, reflecties van, uh, van explosies of, of dat soort dingen. Die worden uh, in water en, en dat soort. Dat wordt ge, geretraced. Um, dus het voegt, het voegt iets toe, het voegt extra realisme toe. Maar we zijn er nog lang niet dat uh, alles wat je ziet uh, fotorealistisch is. Dus eigenlijk. En, en, en weten we of er. Um misschien AMD eventjes eerst, want Nvidia die voegt het toe. Het is niet per se iets wat alleen zij doen, want het zit volgens mij in DirectX, dus het is een standaard. Ja, dus andere. Klopt. Het enige wat ik van AMD heb gehoord is: wij gaan dit ook wel doen in de toekomst. Ja. Maar, het, nu nog niet dus. Uh, nu nou, Nu kan het softwarematig gebeuren, ja. maar. Uh, AMD heeft de softwarematige variant. Alleen we weten. Eigenlijk nog niet of het werkt hoe het werkt. Nee, want precies. we kunnen het nog niet zien. Want dan ja. krijg je weer het verhaal dat er. Nou ja, de NVIDIA software en de AD software. En dan moeten die games weer allemaal geoptimaliseerd worden voor het een of ander. Dus eigenlijk heel leuk. Maar je, als, je, als je een NVIDIA kaart hebt, de nieuwste, en je speelt Battlefield, is het leuk. Op ja dit moment. als je als je Battlefield speelt ja op 1080 p want ja als want je hoger is de performance had op, impact ja, te veel ja, ja. nou dat is ook wel wat mij opviel de, bij de presentatie van de RTX kaart gaf Nvidia nog wel een mooi lijstje van games die het uh, gaan ondersteunen die het uh, komen nou ja er zit een uh, het lijstje zag er best wel groot uit als je dan wel beter ging kijken bleek dat dat om de meeste games om uh, DLLS ging of iets dergelijks en, en, uh, maar een klein detail wat eigenlijk niet niet over RTX gaat maar meer een um, een sampling techniek is om, om de, de, de ruwe lijntjes wat, wat uh, slimmer uh, zacht te maken. Maar goed, dus daadwerkelijk games met RTX-ondersteuning, ik hoorde er weinig over. Het is niet zo dat als er nieuwe games aangekondigd worden, uh, nou ja, dat, dat de, de studios daar uh, nou ja, heel, heel enthousiast over zijn. Maar is dat ook niet heel logisch? Want ik heb net voordat we gingen opnemen, nog even in de prijswatch gekeken. En als ik een RTX 2080 TI wil kopen, kost me dat op dit moment ongeveer 1300 euro. Ja. Als ik het 2080 wil, kost me dat nog steeds 850 euro. Als ik het 2070 wil, waarvoor op je eigenlijk denk ik alweer die RTX dingen niet wil doen. Omdat het niet de snelste kaart is, betaal je nog meer dan 500 euro. Ja. Dus waarom zou je als gameontwikkelaar nu in vredesnaam een technologie gaan implementeren die voor mij best wel een andere denkwijze vereist, een andere werkwijze dan wat we nu gewend zijn? Zodat mensen die het topje, topje, topje van de markt uh, zijn en dus de aller, aller duurste kaarten kopen, dat die er dan wat mee kunnen, toch? Ja, ja maar goed, ik... dat is natuurlijk altijd een probleem. Want, uh, dat is een beetje kip en het ei, wat jullie al zijn. Uh, je wil wel die techniek hebben en je wil dat je wil games, zeg maar vooruit uh, brengen, uh, maar. Het kost wel geld om het, om het te ontwikkelen. Maar is het nou echt iets waar de markt heen gaat, gaan we gewoon. De, de, de volgende generatie, AMD en Nvidia, gaan we gewoon naar meer ray tracing, meer RTX. Of is het een soort van uh, nou ja, op een gegeven moment had Nvidia ook die, die physics kaart. Dat is ook gewoon uh, gestopt en, en geflopt, een bewijze van. Uh, de, nou, ik, ik ben de, geen game engine programmer. Maar het feit dat dus een Pixar film niet gerasterized wordt, maar wel geratraced, mm -hmm. laat wel zien dat uiteindelijk, als je de allerbeste grafische kwaliteit ja. wil. Dan is moet je wel in deze hoek zitten. Alleen de ja. vraag is: krijg je dit ooit? Hoe ver zijn wij nu verwijderd van een game die volledig mm -hmm. denk ver ja, nogmaals. Zeker, Pixar, ja. uh, Pixar frame duurt uren dat te doen. Dus het zal als ik nu een beetje de interviews lees met Nvidia, maar ook met wat AMD ermee wil doen, gok ik dat we een klein dat het gewoon een kwestie van verhoudingen gaat worden. Nu heb je dan misschien dat inderdaad als je Battlefield speelt dat je uh, 5% van wat je op het scherm ziet... is misschien gray nou Misschien wordt het met de volgende generatie het wel 10%. En misschien maken we nog een keer een grote stap. En misschien wordt het dan wel 20% dat het wordt. Maar dat zal natuurlijk een heel... Ja, geleidelijk proces, proces worden inderdaad. Maar is, is dit wel iets... dat mensen heel graag willen? Het, ik heb, het ziet er heel, heel tof uit. Maar willen mensen heel ik graag... graag, graag gewoon, wie geratetraced Ik denk als Jurie ja. aan tafel had gezeten... die had gezegd, ja, als de game maar tof is... Uh, maar weet je, gameplay boven graphics. Ja, zo denk ik er ook over. Ja. Daarom is het ook de vraag. Ik ben uh. Een, uh, een, een, een liefhebber van mooie graphics. Uh, dus ik ja. ja, ik vind het wel belangrijk dat um, games mooi zijn. Inderdaad, het ligt een beetje aan de game. Games met een verhaal erin die mij moeten uh, laten doen meeleven, een beetje meeslepen en, en dat je echt erin gezogen wordt. Ja, dat vind ik dat hele goede realistische graphics daarbij helpen. Um, Jij wil het natuurlijk nu over Subnautica hebben. Ja, Nee, hoeft <laughs> niet. Maar bijvoorbeeld, zo'n soort game die heel erg om de gameplay draait. Nee, ja, lekker boeiend. Maar ja, ik moet je ook wel bij zeggen dat er ook zonder ray tracing, zijn er prima technieken om hele mooie lichteffecten toe te voegen. Uh, nou ja, Red Dead Redemption 2. Het is misschien grafisch niet de, de allerbeste game in, in, al, in alle opzichten, maar de lichteffecten die erin zitten, ik vind ze echt super mooi. En dat is iets wat mij heel erg in die game uh, kan zuigen. Nou ja, ja. ja. oké, okay, ray tracing, ja, leuk, maar. Moet het? Nee. nee ja, maar goed, het. dat is natuurlijk een beetje uh, een soort van 640 uh, kb is genoeg voor iedereen. Ja, nee, daarom. Ik vind uh, het ook niet erg. Ik, 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 uh, 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 ik zou het graag willen hebben, maar... En, en uh. nee, het gebeurt niet, niet dit jaar en, en waarschijnlijk ook niet volgend jaar, maar wie weet over, ja. een, over een paar jaar. Uh, techniek gaat niet stilstaan en, en uh, we gaan, wie weet gaan we nog hele grote sprongen maken. En, en, en moet je je voorstellen dat je, dat je gewoon... Een game speelt die eruit ziet als, als, als het gewoon niet van echt te onderscheiden is? Mm -hmm. ja, dat blijft natuurlijk de, de bedoel, heilige graal. Dat, dat, dat gaat een keer gebeuren. En ik hoop dat we dat binnen tien jaar wel meemaken. En dan in VR. <laughs> en, <laughs> en hoef je nooit meer je bed uit. Ja. Dan heb je gewoon die peril op. En dan leven we allemaal in de Matrix. Maar gaat dit gebeuren zonder dat AMD ook maar iets uh, kwam van tegen. Gas kan geven op die markt. Want ik zat net nog even, wederom, in de prijswart te kijken. En ook in wat recente recensies. Dus de snelste AMD-kaart die je nu koopt is voor mij nog steeds Vega 64, die chip. Mm -hmm. En als je het tegenover zo'n 2080 vergelijkt, tuurlijk, het zit niet in dezelfde prijsklasse, maar het is wel het snelste wat ze allebei te bieden hebben. Dan afhankelijk van de test die je draait, is Nvidia tussen de 40 tot 90 procent sneller op dit moment. Dus, dus ze hebben eigenlijk helemaal. Ik bedoel, de top van AMD kan die concurreren met de midrange van nou ja, de aansomers de, aansomers de top van AMD van... Hoe oud is die kaart ondertussen? Meer dan een jaar? Vega. Ja. Ja, het is, dat is gewoon een probleem. Er is gewoon niks nieuws van AMD in het high-end segment. Ja, maar... Dat is het high-end segment. Maar AMD is natuurlijk... Nou ja, het is altijd uh, David versus uh, Goliath. En uh, AMD kijkt waar de, uh, de massa zit. En je zei net al... De, die 2080 die is ideaal duur. Of 2080 Ti... Uh, en die is voor een heel klein publiek beschikbaar... en ga je daar al je resources in stoppen om zoiets te ontwikkelen... alleen maar om een e-pinus te, te hebben. Uh, Wellicht. En als je, als je kunt kiezen... we moeten een heel klein segment bedienen met de snelste kaart... of we moeten geld verdienen. En dat doen we met een mainstream kaart... die daadwerkelijk door veel mensen gekocht kan worden. Oh, ik snap de keuze wel. Maar dan kom je dus wel op een bedrijfsvoering uit... waarbij je dus misschien een chip van vorig jaar pakt... rebrand, nieuwe verpakking... Iets aan de prijsstelling doet en dat is bedrijfstechnisch heel slim. Ik vraag me wel af of dat de enige ingeving is, want als je kijkt naar processors, dan heeft AMD absoluut niet die strategie. Dan zit, kom op, we brengen een 32-core processor uit omdat het kan. Ja. Uh, nou ja, maak maar... dan ook alsjeblieft een hele toffe videokaart, omdat het kan. Maar wel, dus dat is trouwens die... anders geweest bij AMD natuurlijk. Precies. Want Dat heeft Foreris en heeft dat ook een hele tijd. Ja, maar, maar daar is, daar het, is, het, dat, dat is mijn Het voelt punt. een beetje alsof ze nu. Ze kunnen het niet op dit moment. Of zou, of zou hun grafische afdeling soort twee jaar achterlopen op de CPU-afdeling? Dat er ooit gezegd is bij de CPU's, ze moeten nu inderdaad een statement maken en we moeten weer terug naar die high-end. En dat ze dat nu vertraagd ook gaan doen. Ja, ik hoop dat het lukt, want ze hebben natuurlijk behoorlijke leegloop. Nou ja, iedereen van de AMD werkt nu bij Intel. Dus... Uh, Daarom? Ze zullen zelf zeggen natuurlijk dat ze heel veel in-house talent hebben, maar je ziet wel dat daar een, een brain drain. Nou behoorlijk. Heeft en, en als je kijkt naar wat er nu nog op stapel ligt, een, een Navi straks volgend jaar. Uh, dat wordt ook geen high-end kaart. Nee, dat, dat wordt weer gewoon een beetje mainstream. Dus nou ja, wat dat betreft komt er weinig concurrentie voor, uh, voor Nvidia in het, het topsegment. Ja, ik vind, ik vind het schrijnend, want je ziet ja. nu bij CPU, zie je echt wat dat kan doen. Uh, wat ik persoonlijk bij videokaarten heel naar vind, is dat ik best wel graag een freesync monitor zou willen. Uh, want voor relatief weinig geld daarna, weet je, gewoon geen tearing meer en uh, gewoon variabele refresh rates. Maar ja. Ik heb wel een, ook een NVIDIA-kaart, want ik wil wel een beetje performance en dat soort dingen. Dus dan, dat, dat gaan ze natuurlijk nooit doen, dat ondersteunen. Want ze hebben hun eigen G-Sync-technologie. En ze hoeven ook helemaal niks hieraan te doen, want er is geen concurrentie. Ja. Dus um, laten we dat als hoop voor 2019 uitspreken. Dat bij AMD ook de knop omgaat op dit vlak. Ik denk dat iedereen erbij gebaat is. Maar je zijn het uh, Navi, uh, Willem. Uh, volgende chip van AMD op 7 nanometer. Ja, mm -hmm. we gaan... Uh, Sexy nanometers gaan we in. Ja, nee, dat is wel waar het om draait nu. Want het idee is natuurlijk dat we constant chips verkleinen, want dan kunnen ze sneller, dan gaan ze minder stroom verbruiken. Dat is eigenlijk waar de, de, de wet van Moore een beetje op drijft. Um, TSMC zit nu op 7, Samsung zit op 8 en Intel komt maar niet op 10. Voorbij 14. Ja. Want die hebben volgens mij een roadmap. Nou, er zijn nu twee of drie keer gewoon een soort chips tussen gepropt. Van, oh, dan gaan we nog maar eentje op 14. Hebben we het weer verbeterd? Hebben we plus, plus, plus. het weer verbeterd? Weer ja. verbeterd. Um, nou, hebben ze daar onlangs uh, redelijk wat uitspraken over gedaan? Is daar licht aan het eind van de tunnel? Uh, Jazeker. Uh, ze gaan volgend jaar willen ze. Uh, ze, ze hebben eigenlijk. Ze, ze hebben een beetje uh, heel veel problemen gehad om, om 10 nanometer uh, goed te krijgen. En uh, ze probeerden de de 14 nanometer architectuur... dus uh, uh, Skylake eigenlijk... Uh, probeerden ze naar, naar 10 te, te shrinken. En dat, dat lukte maar niet. En daar is één chipje van... Uh, uitgekomen Canon uh, één Eén ding. En dat, die, die was... Dat is die Core i3 zonder GPU? Die was zo beroerd dat ze de GPU niet eens konden aanzetten. Want uh, als je zegt van... het lukt niet en is beroerd... dan heb je het dus over dat er gewoon heel veel chips... van de productielijn afrollen die gewoon stuk zijn. Ja... Het, het, de, de yields uh, zoals we dat noemen, die, die zijn gewoon te laag om, om die dingen gewoon op de markt te kunnen zetten. Ja. Um, maar ze gaan nu dus uh, um, overstappen naar een nieuwe architectuur. Uh, dus eindelijk is weer een echt een, een echte nieuwe core. Uh, en die zou wel op 10 nanometer geproduceerd kunnen gaan worden. Oké, okay, dus het zijn een beetje gestopt met trekken aan een dood paard. Precies. Ze de, hebben gewoon. Uh, nou ja, het, het heeft. Twee, drie jaar geduurd uh, om naar tien te gaan met, met Skylake. En ze hebben uh, gewoon cut your losses en we doen een nieuwe architectuur. Uh, purpose build, zeg maar, voor tien nanometer en, daar, en daaronder. En daar gaan we mee verder. En dat is 2019? Dat wordt, uh, als het goed is, 2019. Dat moet ook wel, want ik vind het altijd bizar. Want in mijn hoofd was Intel als het bedrijf dat gewoon op het gebied van chipproductie zo ver voor lag op de rest. En als je dan het geld niet had om bij hun te laten produceren of ze wil het niet doen dan kon je ook naar een fabrikant als TSMC stappen. En dan kreeg je een soort iets wat ook heel goed was, maar niet top of the bill. En nu is het eigenlijk omgekeerd. Intel heeft een tijd gehad dat ze gewoon een, uh, een technology voorsprong van drie jaar hadden. En, en dat is zo schokkend om te zien dat het nu... Nou ja, TSMC is wat je zei op 7 nanometer. Dat is zeg maar equivalent van Intel's 10. Uh, niet alle nanometers die zijn, die zijn zo één op één vergelijkbaar. Maar het is natuurlijk bizar om te zien dat, dat TSMC die heeft zijn eerste chips inmiddels al uh, gedemonstreerd en uh, getest. En, nou ja, ja volgens mij de, de Apple A, die, die A nieuwste A-series in de iPad Pro is gewoon 7 nanometer. Is, is gewoon... dat niet waar, waar het eigenlijk door komt? Dat de hele markt verschuift naar mobile smartphones. Daar zit het geld, daar zitten alle investeringen, daar worden de chips kleiner. Dus de TSMC's en de Samsungs, die hebben misschien veel meer middelen of, of veel meer noodzaak om naar zo'n kleiner procedeet gaan en wat ze al, al, al langer... ...daarmee... Ik vind het wel een scherp manteren. punt. Ik wou dat ik zo'n opmerking had gemaakt. Nou ja, en, maar en, dat in, is misschien Intel, wel ja, waar. Intel heeft de smartphoneboot... ...volledig gemist. Ik bedoel, ja. Ja, ze proberen het... Nog, ...nog met modems af en toe, maar dat is het grote probleem... ...van Intel, dat ze die markt niet hebben. Maar ja, Intel heeft natuurlijk wel de servermarkt... Ja. En als er iets enorm is ja. en waar heel, heel veel geld zit, is het de servermarkt. Ja, de geld zit er wel, maar de, de drive en, en de, de noten is er zijn wel. Daar. De drive ook. Want, uh, ja, energie. Ja. ja, precies. Server, uh, server farms, of, uh, die hebben maar één probleem. En dat ja. is hoe, hoe krijgen we energie erin en hoe koelen we de boel? Ja. En, en als je daar uh, 20% minder energie kan verstoken per, per core, uh, dan levert dat. Gigantische savings op qua, qua energie en, en koeling uh, capaciteit, ja, dat is wel waar. Maar ik kan me ook voorstellen, inderdaad, dat de, de impuls van al die smartphone-fabrikanten met die, met die chips die opeens met TSMC aankloppen, daar word je niet slechter van, zeg maar. Nee, precies. Kijk, die, die, die bedrijven is natuurlijk enorm gegroeid en, en die markt dat is enorm gegroeid. Wel de PC-markt, ja, de, de servermarkt groeit wel, maar de PC-markt is natuurlijk gewoon nou. ja, een, een, een constante hoogheid nog. Dat, uh, Klopt. Even vooruitkijkend hè, want um, AMD heeft laatst een soort ja, meer meerdaagse per event gehad, uh, interesse ook gedaan, waarbij ze kijken van hier gaan wij nu uh, mee aan de slag voor 2019 en verder. En heel gek genoeg hebben ze volgens mij los van elkaar hetzelfde bedacht: de chiplet. De chiplet, yes. Even, even heel, ik heb dit wel gevolgd, maar ik zou niet, ik zou zelf geen definitie kunnen geven. Heel kort, wat, wat is een chiplet? Nee. Uh... Als je veel cores uh, en hele complexe grote chips wil maken, uh, dan is het heel moeilijk. Als er een, uh, Stel je hebt uh, uh, 10 miljard transistors, uh, er zijn er twee kapot. Even overdreven, want er zitten wel, wel, wel redundancy in natuurlijk. Maar er zijn er een paar kapot, dan kun je een enorme chip van, uh, uh, waarvan er 50 op een wafer passen, kun je weggooien zonder. Uh, als je chiplets gebruikt, dan heb je heel veel kleine chipjes, uh, hele simpele dingetjes die je later weer met elkaar kan verbinden. Uh, dan, dan heb je uh, een chiplet met uh, vier of acht cores. Uh, die stop je op een uh, stukje uh, silicium interposer, heet dat. Uh, en die laat je met elkaar uh, praten. Dat doen ze met EPIC. Uh, in plaats van één hele grote serverchip... doen ze uh, vier kleine dies... Uh, die ze met elkaar verbinden. Uh, en... Uh, AMD die, die deed dat al dit jaar en vorig jaar met Epic. Die gaat het nu uh, uitbreiden. Ze gaan uh, in, pla uh, in plaats van alleen de, de complete core met, al, met alle uh, uh, IO-logic... Uh, gaan ze de, uh, de cores lostrekken van de IO-logic. Dus uh, je hebt echt nu een klein chipje met, uh, met uh, acht cores. Uh, en je hebt een grotere chip uh, die, die ook op een grote ProCD wordt gemaakt... Uh, met de IO-Logic, zoals geheugencontroller, uh, PCI-Express-controllers. Uh, uh, en die laat je met elkaar communiceren. Dus je hebt allemaal kleine componenten... en dat voeg je samen tot één grote chip. En dat gaat en, Intel ook doen? En Intel die gaat dat nou ook doen. Uh, omdat het... Uh, nou ja, die, 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 die grote chips van Intel... die kosten 2000, 3000, 5000 euro. Uh, puur omdat het gewoon enorme grote stukken... Silicium zijn die heel duur zijn om te produceren uh, en die gaan ze op dezelfde manier waarschijnlijk door Jim Keller geïnspireerd uh, gaan ze die in stukjes opbreken. Dus we gaan gewoon leeg houden? Ja, yeah, pretty much. Ja, want dat is eigenlijk inderdaad het. Het, het is een heel simpel idee uh, en het bespaart heel veel geld. Um, maar er zitten ook nadelen aan. Want je gaat alles uh, losse stukjes aan elkaar plakken en dan moet je weer met elkaar verbinden. Je moet wel de, de interconnect, zeg maar, tussen de, tussen de verschillende onderdelen, moet je wel voldoende snel hebben. Want je ja. wil natuurlijk niet allemaal dat je dat je hele langzame communicatie hebt mm -hmm. en dat was altijd Intel's stoppaartje van yo, dat, dat doen we eigenlijk niet want ja, dat is plakken dat, geen daar dus, uh, plakken geen 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 aan elkaar precies ja. nee want dat is slecht want ja, dat ja. Allemaal, wordt allemaal langzamer maar ja dat is toch wel de, de weg naar het naartoe moet misschien ja dat Intel heeft op zijn zijn architectuurdeeg gezegd dat dat ze uh, dit gaan doen dus de chiplets gaan doen en uh, ze gaan nog meer architecturele veranderingen uh, doorvoeren om uh, toch sneller te, te kunnen worden. Wat mij opviel bij de, de presentatie van AMD... was de combinatie van uh, inderdaad de verschillende uh, procedees. Mm -hmm. uh, dat klinkt wel heel erg slim. Dat je dus gewoon je, je cores... Nou ja, die, die zo klein en zuinig en snel mogelijk moeten zijn... die laat je op het allernieuwste maken, 7 nanometer. Plak je daar nog gewoon een, een groot stuk bij... Met wat op een oud 14 nanometer procedé wordt gemaakt... voor wat IO-dingen. Want dat is waarschijnlijk niet zo belangrijk... op welk procedé dat wordt gemaakt. Nee, dus dus dat is weer, weer een hele slimme ja. kostenbesparing eigenlijk... Ja. die je dan uh, kan maken. Dat was in het verleden toch ook wel zorg. Als je terug gaat naar het moederbord, dat gewoon je. Ja, ja maar ja, dat is je dus het nu ook op, de, op, ja, op iets anders was koolstof. Je ziet het zelf al dat je echt gewoon gaat mengen met. Uh... Ik kijk nog even naar Jelle. Jelle? Yes. Want weet je waarom ik naar nee, jou kijk? Vertel. Apple. Apple. Ik vond het heel interessant dat ze met de iPad Pro kwamen met die A12X. Ja. En ze kwamen al zelf met cijfers naar buiten. Van, ja, Eigenlijk is dit, wat was het? Een Core i5 of zo. Qua, qua performance claimen ja. ze daarbij in de buurt te komen. En een Xbox 360, of wat was dat? Daar was hij ook, al, Xbox One. ook al sneller ja. dan. Maar buiten het feit dat ik helemaal, nou nog steeds soms moeilijk vind te geloven, hoe Apple van eigenlijk een niet-chipfabrikant uitgegroeid is tot misschien wel een van de meest innoverende, vooruitstrevende chipfabrikanten mm. die er op deze wereld uh, zijn. Kom je nu op een punt dat, kijk naar de nieuwe MacBook Air, mm -hmm. waar eigenlijk best wel een niet zo hele snelle Intel-chip in zit, Wanneer gaan we, denk je, het punt zien dat Apple op een gegeven moment zegt: Weet je wat? Dat verticaal integreren is heel leuk, want dat kost ons allemaal steeds minder geld. En wij gaan gewoon die A-serie chips in onze eigen Mac stoppen. Doe je Intel? Uh, ja. We nemen afscheid. Ja, de, ze zijn er maar bezig. En uh, het, is, het, het is duidelijk dat. Okay, Apple is een bedrijf dat heel graag de. de, de het liefste zouden ze alles zelf maken. Het liefst zouden ze de, de, de stukjes aluminium van de, van de MacBook ook zelf uh, maken. Uh, ze willen gewoon een controle hebben over het hele product. Uh, voor de gebruikservaring zeggen ze dan. Uh, maar goed, die processor, dat is zo'n complex. Dat konden ze niet zelf maken. En het, ja, uh, ze, ze hebben inderdaad met die iPhone uh, processor laten zien dat ze daar heel goed in zijn. En het liefste zouden ze dat ook inderdaad in hun, um, in hun Mac zetten. Want voor de marge zou het ook geen pijn doen. En dat, dat, dat houd, houden ze ook van. Ja. Um, alleen als ze dus inderdaad zo'n zo A12-processor... of een smartphone-processor zouden pakken... ja, dat is een hele andere architectuur dan uh, x86... waar macOS nu op draait. Dus dat zou inderdaad een enorme omzwaai uh, betekenen. Aan de andere kant... Dat is wel iets wat Apple Dat ze beter natuurlijk... kan doen dan. Nou ja, en, en ze, ze hebben het alles gedaan. Ze gingen natuurlijk van, ja. uh, van, van de PowerPC-processors van IBM ja. in uh, geen idee welk jaar, begin 2000 geloof, het, geloof ik, ja, gingen ze over ja. op Intel. Uh, en en... Dus jij ziet het wel gebeuren. Nee, ik denk wel dat als, als het gaat gebeuren, dan, dan heeft Apple de beste kans om dit te doen. Want je ziet het al, Qualcomm heeft het al een soort van geprobeerd met en Microsoft. Ik het zelf doen, met ja, Windows. maar dat, dat doen ze ja. al een jaar en je kan die dingen ook al kopen. Alleen volgens mij wil niemand het, want uh, nou ja, je moet dan gaan emuleren en dat werkt gewoon niet goed. Dan ben je weer Precies. langzamer uit de, dan. Soms is software, een software is best wel een probleem. Ja. Omdat je inderdaad moet emuleren en je hebt wel die, die accu duur, die is heel tof, wat ze beloven. Ja. Dat klopt ook wel, ja. maar de performance is er gewoon niet. Ja. Op het moment dat je gewoon... Ja, Eigenlijk die die macht hebt om gewoon alles in iedereen over te zetten op een andere architectuur. En zegt van, yo. Je doet uh, het er maar mee. Je ah, doet het nee, er je maar, maar mee. Ver, Verplichte ontwikkelaars om een uh, ARM compatible versie nou, te ja, maken. Ja, 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 precies. En, en je doet nog een, een, een jaar of twee uh, support je het nog een beetje met een ja. emulatielaagje ertussen door En daarna is het gewoon allemaal vol, vol een ARM. Ja, kan. Ik denk dat ze het wel willen. Uh, ik denk dat het, dat, het ook, dat het ook wel gaat gebeuren. Ja. Ik denk, nogmaals, ik denk puur qua performance zijn ze er nu al. Voor mij als je die, die 5-watt chip uit de nieuwe MacBook pakt, als je die A12X uh, pakt, die, die ja. doet ook meer dan. Voor mij zit je gewoon al... GPU ook daar. vooral is veel krachtiger dan. Ja. Uh, maar maar is, gaat het genoeg zijn ook voor... Uh, Pro? Nee, ik, denk, ik bedoel, kijk, je kan natuurlijk instappen nu. Bij de, de, bij de laptopjes en dan kun je het gaan uitbouwen. Maar als je ziet hoe grote stappen zijn die ze elk jaar maken. Ja, en mij, schaalt. Wat zij als performance per watt doen op dit moment. Want voor mij zijn die, die chipjes snappen nog wel steeds kleiner. En dat is ook ergens wel logisch. Want al die legacy die in zo'n x86 chip zit, die hebben ze allemaal niet nodig. Ze hebben natuurlijk wel heel veel kunnen leren van hoe het vroeger misschien niet zo goed gedaan was. En dat opnieuw kunnen doen. Dus, uh, maar ja, ik ben heel benieuwd. Want wat we zelf zeggen bij, waar bij Windows gewoon niet lukt. Windows RT was redelijk. verhaal uh, nee, gebeuren. Maar, en, en, en nu zie je wat, wat Julian zegt. Die dingen zijn blijkbaar uit. Windows op ARM. Maar ik, ja. ik heb ze nog nooit ergens gezien. Maar, maar ik kan me voorstellen. Kijk, het Windows-ecosysteem is natuurlijk. veel diverser dan het Apple-ecosysteem. En ik kan me voorstellen dat voor, voor Windows dat het veel moeilijker is. Maar voor Apple. Uh, is het in principe makkelijker. Maar dan moeten ze wel hun complete besturingssysteem overal uh, kunnen overzetten. En als het op een Mac Pro niet, niet genoeg is uh, om op om een ARM-chip uh, over te stappen, dan, dan weet ik niet. Da daar willen ze wel op wachten, lijkt me. Je zegt de hele lijn, dat moet ik in één keer over. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat ze zin hebben om, om een, uh, een Mac OS-versie voor, voor ARM en een Mac OS-versie voor, uh, voor, voor X86 te, te gaan onderhouden. Ja, ik heb zelfs gekke dingen zien doen. Dus als ze weten dat het voor twee jaar is of zo. dan een, een, een transitieperiode. I don't know. Wil ik jullie als laatste nog even vragen. Ik, ik, um, er is heel veel gebeurd. En we volgen heel veel nieuws. En dus heel veel ontwikkelingen. Maar ik hoor wel van ja eigenlijk. Uh, Rijkt het niet tot in ieder sporten Want het is niet alsof we er nou echt. Het willen hebben ook. Dus waar kijk je nou naar uit voor 2019? Het hoeft niet per se te zijn wat je wil kopen. Maar als je zegt op dit vlak. Wat is nou iets waarvan je zegt, ja, maar dat, dat, is echt, dat gaat voor mij misschien wel de ontwikkeling van 2019 worden? Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd naar de videokaart van Intel. Uh, dat wordt waarschijnlijk 2020, maar uh, dit jaar uh, hebben ze nou ja, bekendgemaakt dat uh, wat bekend stond als Arctic Sound, dat wordt Intel Xe. Nou en dat wordt echt een videokaart voor desktops, voor gamers. Uh, ja, en, en sowieso krijgen we daar volgend jaar meer over te horen. Dat moet wel, want dat ding moet ergens in 2020 uitkomen. Ja, en uh, nou ja, als, als AMD het niet kan doen, dan moet de concurrentie aangaan dus met dat Nvidia. Dus dat gat wat zij laten vallen daar, dat gaat Intel misschien, misschien wel. Misschien wel gaat van Intel dat dan wel oppakken. En dat wordt in, weer interessant voor de markt en voor de gamers. Inderdaad. Jelle? Ja, ik, ik heb op zich nog wel hoop voor AMD. Ik zie <laughs> uh... <laughs> jij hebt nog, Wat goed, je hebt ze nog niet afgeschreven. Nee, ik ben, ik ben benieuwd naar. Uh, toch wel naar AMD Navi 7 nanometer. Uh, het zal dan misschien. Uh, het, het, het zal niet sneller worden dan de 2080 Ti. Maar uh, nieuwe AMD GPU in, in dan een beetje het middensegment. Het lijkt me heel interessant. Om, uh, en, en ook een beetje om die, uh, die idiootprijsstijgingen van Nvidia. Omdat, ja, dat, dat houdt het dan misschien een beetje in toom, hoop ik. Nou, waar, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is of ze die Navi... Uh, of ze dat net zo kunnen opzetten als Zen. Dat ze het zo ja. modulair kunnen doen en kunnen uitbreiden naar van, van heel zuinig en, en en niet krachtig naar een enorm krachtige chip met heel veel modules. Ja, en dat zou bij ja. GPU's ook beter moeten werken want dat Ja, ik bedoel werkt dat is parallel. al inherent schaalbaar, ja. ja. Nou ja, dat, dat dat was natuurlijk de belofte bij Vega was was precies dat ook. Het is niet helemaal waargemaakt want Vega 64 was natuurlijk wel echt een een, een, een heet hoofd verbruikte heel veel. Ja, mijn Vega was natuurlijk voor, voor veel lagere kloks ontwikkeld eigenlijk. Ja. En dan moesten ze de, de, de spanning omhoog gooien om die hogere ja. kloks te halen. Om een beetje concurrent te, te kunnen. Nou ja, maar goed, laten we dan hopen dat het dan. Maar inderdaad, een, beter een multichip videokaart, Navi. gewoon ja, een multichip ja. ontwerp, dat lijkt me ook. Ben heel benieuwd. Dat lijkt me heel tof. Oké, okay, dan ga ik toch. Ik twijfel even tussen misschien toch de ontwikkelingen bij Apple. Ik ga voor ray tracing. Oeh. Ik ben een uh, graphics. Uh, Mag niet schelden op podcast, hè? maar er is een naam voor. Nee, maar als. Ja, ik, ik. Het feit dat er. een nieuwe techniek aan zit te komen. vind ik al leuk. Het, het feit het, het. schudt het een beetje op. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Uh, wat dat gaat doen. En of we daar inderdaad. Uh, vooral wat de adoptie gaat zijn. Want misschien is dit nieuwe VR. En zitten we. Mm -hmm. En de VR was nieuwe 3D. En dan blijkt uiteindelijk dat het niet. Uh, niet. Uh, niet, door, niet doorbreekt. Maar ik hoop van wel. En dat we daar nog veel mooiere games voor. Uh, via gaan krijgen. Dankjewel jongens, we ronden hem hier af. Uh, dankjewel Jelle. Yes, graag Dankjewel gedaan, Julian. Graag gedaan. Dankjewel Willem. Gedaan. En dankjewel voor het luisteren. We horen je feedback graag in de reacties in het forum of via podcast at